Een goede avond, dames en heren. De apotheose in de Alpen zit erop. Zonder ongelukken gaat Chris Froome morgen in Parijs zijn tweede ronde van Frankrijk winnen. Napraten over de rit van vandaag en over de Tour in het algemeen gaan we doen in Le Bourg d'Oisans. Dat is de gemeente aan de voet van Alpe d'Huez. Le Bourg d'Oisans ligt in het departement Isère en telt ongeveer 3500 inwoners. In het seizoen is Le Bourg d'Oisans het mekka voor de fietstoerist. Van hieruit kan je vertrekken naar legendarische alpencols als de Galibier, de Croix de Fer, de Glandon en natuurlijk ook Alpe d'Huez. Het dorp is ook elk jaar op de eerste zaterdag van juli de startplaats van La Marmotte, de cyclosportieve toertocht van 174 kilometer over vier cols. Wij blijven hier rustig beneden in het parkje om te spreken over de Ronde van Frankrijk. En we doen dat vanavond met Kevin de Weert en Ben Krabbe. Kevin de Weert is nog maar pas gestopt met wielrennen, op 27 mei. Op zijn 33ste verjaardag nam hij afscheid van het profpeloton. Ben Krabbe is dan weer een van de Vlaamse televisie-iconen. Sportliefhebber in hart en nieren ook. Om naar de Tour te komen, heeft hij echt niet moeten blokken. Twee vlotte praters waarmee we het Alpenluik gaan afsluiten, alvorens naar Parijs te rijden. Welkom in Vive le Vélo. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Ja, toch maar snel een ander jasje aangetrokken om tegen de kou bestand te zijn. Jullie zitten wel nog in de gewone jas, maar het is niet warm meer, hè? Het is helemaal niet warm. Het was trouwens overdag. Nee, het was niet, helemaal niet warm. Er was wel heel veel wind vandaag en die wind is gelukkig gaan liggen. Ben, heb je tot dusver een beetje genoten van de Tour? Ja, ik denk dat veel, sommige mensen, en ik heb dat deze week hier ook nog gehoord, vonden de Tour relatief saai. Ik vind dat moeilijk. Het is toch altijd nog verwachten wat er gaat nog gebeuren. Er is vandaag toch nog wel wat gebeurd. Waar iedereen het gisteren over had, van zou er nog iets gebeuren. Ik vond die Tour helemaal niet zo saai. Fantastische eerste week. Nu de laatste week toch ook weer de een en ander. Nee, ik heb echt van genoten. Ja, is dat een jaarlijks sportevenement waar je naar uitkijkt? Zo'n Ronde van Frankrijk? Tuurlijk, wie niet. Hè? Ja. De eerste drie weken, we zouden dat nogal missen, denk ik. Moest dat er niet meer zijn. Ik weet niet of je mij verstaan hebt, want er is juist een helikopter over. Ja, er is een helikopter, maar de evacuatie van op Alpe d'Huez is nog altijd bezig. Hè? De auto's zijn in een slinger naar beneden aan het komen en af en toe wordt nog iemand met een helikopter. Iemand die veel geld heeft, wordt dan met een helikopter naar beneden. Kevin, jij bent renner af, nog niet zo lang. Voel je je nog een beetje renner als je naar de Tour kijkt? Op zich valt het best. We hebben het er vandaag ook een keer over gehad. Op zich doet het mij niet speciaal veel pijn om hier te zijn. Nee. Of zo. Ik kan niet zeggen, moest ik het gedacht hebben dat ik echt vandaag zou meedoen van voor. Ik had mijn werk normaal voor Robert Geesi moeten doen. Misschien wel, maar ik heb die beslissing ook genomen met het idee van ja, mijn tijd is gepasseerd nu. En ik had ook niet het gevoel dat ik nog het niveau zou halen voor hier te zijn. Dat is ook een ander verschil dan dat je naar de koers kijkt nu. Dus, Vanmiddag reden we de Croix de Fer op voor de renners. En er stond zo dus, hoeveel was het, 20 kilometer of 25 kilometer? Ja, het bordje aan de voet van de klim. Ik ben zo blij, zegt hem, dat ik dat nu zie. En dat ik niet moet puffen van, oh nee, nog zoveel uren klimmen. Ja, ik weet gewoon het gevoel ook, want ik zei ook voor de start tegen Ben, eigenlijk hebben we niet de beste etappe gekozen om met renners te spreken. Omdat ik ken gewoon het gevoel van die mannen voor de start, 110 kilometer vandaag. Vechten om buiten tijd te hebben, sommige korte rit, dus de tijdslimiet is nu. Dus die mannen staan echt met knikkende knieën aan de start, of toch 80%. Dus ik mis dat gevoel uiteindelijk wel niet. Ja, en dan vlieg je erin en moet je onmiddellijk een klim van 29 kilometer gaan doen. Dat is bijna niet te overzien, zeker niet na drie zware weken in de Tour. Nu, je bent renner af, maar je stond wel op het gewicht om naar de Tour te komen. Je was ook helemaal klaar om naar de Tour te komen in mei. En dan plots neem je die beslissing. Waarom? Ja, plots. Voor de buitenwereld is het misschien wel plots gebeurd. Maar voor mij is het een beetje een opeenstapeling geweest van anderhalf jaar. Ja. Het geval dat ik mijn zware val heb gehad in de Vuelta 2013. En heb ik heel hard geknokt om terug op niveau te komen. En ik ben effectief wel terug renner geworden. Maar heel die revalidatieperiode heeft zo'n impact gehad dat eigenlijk op een bepaald moment die 1-2% grinta dat je nodig hebt in de wedstrijd, dat die eigenlijk ergens gaandeweg verloren was. En telkens opnieuw, op training ging het supergoed. En in de wedstrijd kreeg ik opnieuw die teleurstelling opnieuw. Mm-hmm. En dat heeft de veer doen breken. En dan kies je een symbolische datum. Dan zeg je, ik ga mijn verjaardag kiezen en daarop ga ik zeggen, ik ben coureur af. Ja, zeker niet. Uiteindelijk was het voor mezelf in mijn hoofd. Ik was nog op stage geweest hier, want we zijn vandaag voorbij de plaats gereden waar ik mijn laatste stage heb gedaan, aan de voet van de Croix de Fer. En dan in Worldport Classic, de eerste rit, ging het in naar mijn zin. En daar ineens in mijn hoofd zeg ik, van dit is de laatste wedstrijd. En dat was een paar dagen voor mijn verjaardag. En dan heb ik samen met de ploeg wel overlegd.
Ja, want je verjaarde had een anderhalf jaar contract. Ja, 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 ik ging op de Tour rijden, dat was zeker. Ik ging de Tour rijden. Dus, ja, en dat vond ik wel symbolisch om het op mijn verjaardag aan te kondigen. We zien hem nu zitten, hè? Knappe gast. Hij praat goed en gaat op zijn poten vallen, hè? Na zijn carrière. Je gaat nog werk vinden, denk ik. Daar moeten we niet aan twijfelen. Goed, het wiel, het rad. Daar is gisteren voor de laatste keer aan gedraaid. Daar mag jij straks niet meer aan draaien. Het spijt me, Ben. Morgen kan liever niemand meer bereiken, blijkbaar door de verre verplaatsing. Maar daar is gisteren wel een laatste keer aan gedraaid door Gert van den Broek. Het wiel bleef heel lang draaien, maar hield uiteindelijk halt op rug nummer 211. En de rugnummers 211 tot 219 behoren toe aan de sympathieke ploeg van MTM Quebec, de Zuid-Afrikaanse ploeg. En 211, dat is het rugnummer van Edvald Boasson-Hagen. En die werd ooit bestempeld als het nieuwe grote talent en kreeg ook de bijnaam binnen de ploeg, de kleine Eddy. Lieven, bij de kleine Eddy. Hallo, I'm Edvald Boasson-Hagen. I'm 28 years and it's my fifth Tour de France now. Edvald, 4 years ago you won 2 stages. We have been waiting for a long time for your third one. Yeah, I'm also, but it's hard. In this tour, it's either been flat sprints or too many mountains for me. It's many years left of me and Tour de France, so hopefully I will get more victories as well. That's true, and indeed, the team is doing very, very well. Are you happy in this team? Happier than in Team Sky, for instance? I was different. I was working for the yellow jersey. Now I'm have more opportunities, and we always go for breakaways and a different route. Kind of riding, so but I'm really happy in this team. It is good. On the other hand, there may be another team waiting for you. Have you got a phone call from Thor Hushovd? Yeah, I just got a text of him, and also heard yesterday about he was planning to make a new team and a Norwegian World Tour team. Yeah, so it's really interesting, but I don't know any more than what I was reading in the news. Can you imagine a Norwegian World Tour team without Edvald Boasson-Hagen? Of course, it's interesting with a Norwegian team, and we have to see. But that's still far away indeed. How about today's stage? And today I'm just going to survive this stage. It's going to be a hard one. Thank you very much. Good luck. See you in Paris, Edvald. Thank you. Ja, en de start van die ploeg in 2017 is geen toeval, want dan is er ook een WK in Noorwegen, in Bergen. En Hushovd heeft gezegd, ideaal moment om ermee te beginnen. Benieuwd. Goed, vandaag fietsen de renners de op één na kortste rit in deze Tour. 110,5 kilometer met start in Modane, Val Fréjus en aankomst op Alpe d'Huez. Maar wel 43 klimkilometers in deze korte rit. Een apotheose in de Alpen kunnen we het wel noemen, hè. Eerst net als gisteren, maar nu van de andere kant, naar de top van de Col de la Croix de Fer, 29 kilometer buiten categorie. En dan wachten uiteindelijk ook nog eens die 21 bochten van Alpe d'Huez. Dus het is al goed na de noen als de renners van start gaan in Modane. Allemaal mannen die toch wel bang zijn, zoals Kevin de Weert aangaf. Een peloton waarin nog heel weinig coureurs met malse en elastische spieren rondfietsen. Maar alle zenuwen moeten straks in één keer aangezet worden. Dit wordt een sprintetappe in de bergen. 4 leiders zijn bezig aan de Col de la Croix de Fer. Dit zijn Alexandre Genies, Ramunas Navardauskas, Nicolas Hedet en Lars Bak. En voor Genies gaat het niet snel genoeg. Hij gaat aanvallen op 60 kilometer van de aankomst. Bak, Navardauskas en Hedet moeten hem laten rijden. Ook in het peloton krijgen we onmiddellijk een aanval. Het is Alejandro Valverde die letterlijk de debatten opent. Kijk, schiet naar voren en de rest zit een beetje af te wachten. Froome weet niet zo goed wat hij moet doen. Heeft nog 2 ploegmaats bij zich, Roach en Port. En die bepalen het tempo. Kijken vooral ook achterom. Waar blijven die andere mannen van het klassement? Gaan die ook iets doen? En dan dit, belangrijk momentje. Dit is een Colombiaan, Serpa, José Serpa, die vooruitrijdt voor zijn landgenoot, Quintana. Geen ploegmaats, wel landgenoten. En Serpa die zet een 1-2'tje op. Een cc'tje, een Colombiaans combinetje, zullen we het maar noemen. Quintana springt naar Serpa toe en gaat hem dan even als gangmaker gebruiken. Het is een leuk moment. Of het een sportief moment is, dat ga ik straks wel eens voorleggen aan de gasten. Wat is er anders aan dit dan aan die wielwissel met Port en Clark in de Giro? Dat is een vraag, een open vraag. Goed, dan kijken we naar de mannen van Sky. Roach is ondertussen gelost. Heeft er nog eentje over, Froome, Port. En Serpa kan het niet lang volhouden voor zijn landgenoot. Dus moet Quintana alleen gaan. Hij komt dan heel snel bij zijn ploegmaat Valverde. Heeft dan weer een metgezel. Maar Valverde is jammer genoeg niet zo sterk als Quintana op de flanken van de Croix de Fer. En kan het tempo niet al te hoog houden. Quintana moet zelfs een paar keer wachten. En Port die ziet af. En Froome ziet ook af. Dat is duidelijk. En ondertussen mogen we deze jongen niet vergeten. Genies komt boven op de Croix de Fer met 2 minuten 43 voorsprong op het groepje met de gele trui op Froome. Contador lost. Dit is niet de ronde van Frankrijk van de Giro-winnaar. Alberto Contador, de combinatie ligt dan toch moeilijk. En Nibali gaat aanvallen en gooit daarmee Port overboord.
Froome die gaat zijn molentje aanzetten en komt dan in het wiel van Nibali. Maar de verschillen zijn klein hoor op de top van de Croix de Fer. Dus gaan ze daar weer samen klitten, de grote mannen. Quintana komt boven met Valverde. Nibali en Froome volgen iets verder. En Froome die beseft dat ik moet in die afdaling in het wiel van die andere mannen zitten. Dus schiet hij naar voren en komt er ook weer bij. De vier favorieten samen. Quintana, Valverde, Nibali en Froome in de afdaling. En dan komt er een moment van windstilte, waardoor heel veel mannen uit de achtergrond kunnen terugkeren. Een groep klit weer samen en op het vlakke gaat een andere groep demareren. Er worden weer Colombiaanse pionnetjes uitgezet. Serpa gaat weer naar voren, maar ook Anacona is deze keer mee. Dat is een ploegmaat van Quintana, maar ook een Colombiaan. Ook Pinot zit hier, Roland, Hesjedal, Bak, Edij en aan de voet van Alpe d'Huez een lekke band voor Nibali. Moet van fiets wisselen en onmiddellijk gaan achtervolgen. Op 9,9 kilometer van de aankomst, exact hetzelfde scenario als op de Croix de Fer. Valverde gaat als eerste aanvallen bij de favorieten. Valverde springt, Quintana wipt er naartoe. Maar Froome heeft hier twee ploegmaats. Een herstelde Poels, die even weg was op de Croix de Fer, komt hier tempo maken. En ook Poort is nog altijd bij de gele truidrager. Quintana komt al snel bij Valverde, Contador kent hetzelfde verhaal als op de Croix de Fer. Hij lost. Hij kan niet volgen met de besten in deze ronde van Frankrijk als we bergop rijden. Froome heeft het lastig. Hij ziet echt af. Hij schokschoudert. Hij ademt wat meer en dieper en harder dan de andere dagen. Hij ziet af. Voorin krijgen we drie leiders. Pinot, Hesjedal zijn weggereden bij de vluchters en zijn bij Genies gekomen. De man die dus heel vroeg in de aanval is getrokken. Dan blijven een aantal vragen onbeantwoord. Wie gaat deze rit winnen? En vooral, wat wordt het? Dat duel tussen Quintana en Froome. Hoeveel tijd kan Quintana nog pakken? Bij Froome is het beste sap weg. Het is Poels die ervoor zorgt dat ze binnen schot blijven. Valverde moet eraf. Valverde past aan Anacona, die Quintana naar een hoger niveau trekt. Nibali gaat de Contador oprapen. Mollema profiteert van het tempo van Nibali. Hier heb je Gezink. Eindelijk een beeld van hem. Met Kruiswijk, met Bardet en Rodriguez. Iedereen op zijn plaats gezet hier op deze beklimming. Pino tussen de massa door. Is dit dan het moment waarop hij de Canadees afmaakt? Is dat hier het gekke Nederlandse gedoe? Ja, zeker. Klopje, slagje, duwtje. Wat zal het zijn? Is het een slag? Is het een duw? Ja, veel handen, veel kraaigebaren. Ja. Zelfs af en toe een boksgebaar. Daar gaat Quintana. Het werk van Anacona zit erop. Daar begint de vlucht van Quintana. Hoe sterk is Quintana nu ten opzichte van Pino? Quintana komt tot op 45 seconden. Ja, van onder stoom geraken gesproken. Dan is het best mogelijk dat hij hier nog een volle minuut terugpakt. Pino gaat... Hij is ongerust, hè. Smeekt naar... Info. Een verschil. Ben ik buiten schot? Bij mij is het bijna op. Daar zit Hesjedal. Heeft wel heel lang geduurd. Ja, dat is heel lang geduurd. Hij is zeker zomaar niet gaan breken. En ziet hij daar Pinot voor zich uitrijden? Voorlopig niet. Nee. En dat is dan toch een belangrijk gegeven voor Pinot. Nee, dan denk ik dat hij gaat te laat komen voor etappewinst. Het verschil tussen Quintana en Froome is exact 1 minuut, wordt gemeld. Terwijl het hier al meer is blijkbaar. 1 en 5. Pino. Hier voor een Fransman winnen op Alpe d'Huez. Ja, dat is een gevoel dat je voor de eeuwigheid meeneemt. Pino wint. Pino wint. Vorig jaar derde in de Tour. Nu ritwinst en 15e of 16e in het klassement. Dat is wat minder. Maar die ritwinst op Alpe d'Huez is toch wel belangrijk. Hè? En het is ook zijn tweede etappezege in de Tour in 2012. Won hij al eens in Port-en-Truy. Het is wachten op de binnenkomst van de kleine Colombiaan. Komt binnen op 18 seconden. En dan nog belangrijker natuurlijk wachten op de concurrentie. Eerst nog Hesjedal laten binnenkomen. Een knappe derde vandaag. Ryder Hesjedal, de Canadees, op 41 seconden. Maar hier is Chris Froome in het gezelschap van Valverde. Zij komen binnen op 1,38. Als we
dan ook de bonificaties nog gaan verrekenen, dan strandt Quintana op 1 minuut en 12 seconden van Chris Froome in het algemene klassement. Roland was zesde op 1.46. Dan Bauke Mollema, Nibali, Contador, Maika, Bardet, Kruiswijk en Geesink op 3.30. Maar dit is de ritwinnaar Thibaut Pinot. Voor de derde opeenvolgende keer wint een Fransman op Alpe d'Huez. Roland in 11, Riblon in 13, Pinot in 15. En Froome heeft niet alleen de gele trui, hij pakt ook de bolletjestrui in deze Tour. Heeft hij vandaag afgesnoept van Romain Bardet. Hij heeft dus een dubbel voor elkaar gekregen. Dat is al van Sastre geleden, toch in 2008, dat de winnaar van de Tour dat heeft gedaan. Het was een boeiende rit nog, moet ik zeggen. Hè? Ja, ik vind de laatste twee dagen heeft veel goed gemaakt van de vorige ritten. Nadat Froome eigenlijk zijn hamer een keer had bovengehaald in deze Pyreneeënrit, leek het toch dat er een beetje... Alleen een staking van strijd tussen de favorieten en veel grote groepen gingen, waar dat Serge van kunnen profiteren heeft. Groepen van 25, 30 renners die toch altijd voor de zegen konden gaan. En de favorieten elkaar een beetje aftasten. En dan vandaag en gisteren toch veel goed gemaakt, vond ik. Ja. Is dit ook allemaal goed gemaakt voor die twee Fransen die na de eerste week eigenlijk weg waren uit het klassement, die een beetje beschimd werden, Pinot en Bardet, derde en zesde vorig jaar? Maar niet alleen die twee Fransen die vorig jaar zo hoog geëindigd zijn, ook Nibali die vorig jaar won, hebben het lang uitgesteld om iets te laten zien. Ja. Nibali heeft het dan gisteren gedaan en die Fransen doen het dan ook de laatste dagen. Ik wil aan jullie de echte kennis vragen, want hoe komt het dat die mannen twee weken het zo moeilijk hebben en dan in de laatste week opeens wel boven water komen? Hoe kan zoiets? Ja, sowieso bevestigen is altijd heel moeilijk. Hè. Dus vorig jaar stonden ze daar een beetje onverwacht, die mannen. Ja, dat lijkt me toch. En dan Pinot, heel goed Zwitserland. Misschien net iets meer willen doen als het jaar ervoor, om toch nog beter te zijn. En ik lees dan toch dat hij zegt, ik ben een beetje overtraind aan de Tour begonnen. En dan door toch wat tijd te nemen in de eerste twee weken te verliezen, misschien dan toch die derde week er een beetje kunnen doorkomen. Ja, dat is ook wat Jan Bakeland zei. Hè. Wij gingen op trainingskamp en... Het enige wat wij niet deden was eten. Niemand mocht eten en toch gingen we heel diep en altijd in het rood op training, waardoor die overtraining ook wel ontstaat. En dan hebben ze een atypische eerste week voor hen. Maar wat je dan ook wel ziet, is dat zo'n Quintana, hè, dat die op Pierre Saint-Martin Froome niet kon volgen en dat hij nu de betere is in de bergen. Dus hij heeft geen verval en Froome wel. Ja, je ziet ook wel Froome, de beelden en zo, is super mager aan de Tour begonnen. Heel hectische eerste week en zo. Misschien toch een beetje door zijn energie door de laatste paar dagen. Allee, de laatste paar dagen, dat spreek ik over vandaag en misschien een klein beetje gisteren al. Want ja, daarvoor was aan Froome niet veel verval te zien natuurlijk. Hè. Ja. Wie is de beste Nederlander in deze Tour? Is dat Geesink, Mollema of toch maar die Wout Poels die fantastisch werk levert? Die heeft wel heel hard moeten werken en heeft dat ook wel gedaan. Hè. Ook dus, vooral de laatste week. Hè. De laatste week dat hij ook echt wel zijn meerwaarde heeft kunnen bewijzen tegenover Froome. Ja, dat is eerst Thomas die alles deed en nu Poels. Dat is blijkbaar afgesproken dan toch? Zo. Dat denk ik niet eerlijk. Ik denk gewoon dat Wout de eerste twee weken is ook niet zo'n goede vringer. Dat ik me kan herinneren van bij... Mijn vringer? Ja, gewoon positionering in de peloton en zo. En die eerste 10 dagen was toch veel wind, nerveus. Ik denk dat Wout er iets meer problemen mee heeft om dan goed vooraan te rijden. Dan nu in de bergen, iedereen met een beetje met tandvlees zitten. En nu kan hij naar voren komen. Ja. Waarom kan hij bij Sky wat hij bij Lefevre, bij Quickstep niet kon? Well, ik denk, hij komt bij Patrick ook. Hij wint daar toch ook in Baskeland en etappen en zo. Dus, ja, maar dit is toch nog een trapje hoger? Nou, ik weet het niet. Ik denk, als je puur ziet qua rap fietsen, was hij zeker zo ook vorig jaar. Natuurlijk, nu valt het op. Hij doet dat in dienst van Froome. Datzelfde als je in de klassiekers in dienst van Tom Boonen rijdt, valt het harder op dat je in dienst rijdt van iemand anders. Het is ook voor welke kopman dat je zoiets doet. Bij Quickstep had hij niet echt een klassementsrijder waarvoor hij dat kon doen. Dus dan mocht hij af en toe zelfs een kans gaan en ook eens scoren zo in Baskenland. Hij was zeer emotioneel na de aankomst. Het is natuurlijk wel iets, hè, met een kopman de Ronde van Frankrijk winnen en daar toch een serieuze steen toe bijgedragen te hebben. Renaat Schotten bij Wout Poels. Ja, Quintana die rijdt heel sterk, dus het was volgens mij wel spannend op de laatste. Dus heel mooi dat is gelukt. Als je dit kan doen als Nederlander, en dan ja, er is die bocht 7 natuurlijk. Ja, dat is super mooi. Al mijn vrienden stonden daar en heel mooi. Je deed het zo lang mogelijk natuurlijk, dat kopwerk, en op een bepaald moment breekt de veer dan onvermijdelijk. Hè? Ja, toen was het op en toen kon ik niet meer. En, toen nam Ritchie het gelukkig over. En, Er komen wat emoties bij kijken, hè, als je met de ploeg de Ronde van Frankrijk wint. Ja. Heel erg gefeliciteerd, Wout. Het is fantastisch wat je gedaan hebt voor Chris Froome. Dank je wel. Ja, het is begrijpelijk. Hè? Een beetje vermoeidheid en emoties en dan krijg je dit soort interviews. Ben, ik zag tijdens het ritverslag dat je je stoorde aan de toeschouwers en aan al dat gedoe.
Ja, dat is natuurlijk super tof. Hè? En we hebben het daar vandaag ook vaak over gehad. Omdat mensen zijn enthousiast. En zonder die mensen zou de koers ook misschien niet meer zijn wat de koers is. En dat is allemaal super tof. En dat was heel opvallend wat Kevin zei. Hij zegt, als je daartussen zit en je rijdt, trek je dat eigenlijk niet zo veel aan. Hè, wij reden er met de auto vandaag tussen. En we dachten, van, maar ga toch eens aan de kant. Hoeveel mensen nog moeten net wegspringen voor de wagen al? Wat moet het dan niet zijn als ze zo kort bij de fietsers komen? Denk je dan nooit, ze gaan niet aan de kant gaan? Nee, hij zit zo... Zeker in die eerste 15. Je zit zo in een zone dat je eigenlijk amper door hebt in hoe smalle doorgang dat je rijdt. Je voelt wel eens een arm links of rechts, maar je bent zo gefocust. Ja. Zeker bergop, dat eigenlijk valt dat niet zwart op. En dan voel je ook elke beweging. Dan ben je klaar voor alles te ontwijken, als er iets komt of niet. Ja, nee, maakt dat deel uit van die focus? Ja, je hebt geen idee dat je door zo'n... Ja, want dan het jaar dat ik ook nog rijd, mijn kameraad zei achteraf, van, dat is niet gevaarlijk. Dat ik, maar gewoon niet bij stilstaan. Je rijdt in die zone op één lijn en... Je staat niet stil dat er mensen links of rechts vlak bij u staan. We zagen op een gegeven moment ook die man die dan die schouder... Is dat dan een aanmoediging? Klopt of misschien net niet? Dat zou je nooit weten. Maar je vraagt je toch af hoe iemand op zo'n moment tot zoiets komt. Hè? Mm-hmm. Daar staan duizenden mensen rond. Iedereen heeft dat gezien. Ja. En toch slaagt er iemand om te zeggen... Tok, ik begrijp daar eigenlijk niets van. Nee, en dan wordt er toch weer boegeroepen ook naar Froome. En wordt er gespuwd, net ook als gisteren. Ook dat was er weer zwaar over. Hè? Ja, kijk, luister. Ik denk dat hij nog wat water over zich krijgt, kan dat? Ja. Nu gaat hij nog een half emmer water over zich krijgen. Hop. En dan iets verder staat er weer een spuurie. De man met de bolletjes trui. Kijk, dit heeft hij wel gevoeld deze keer. Kijk achterom. Kijk. Ja, maar dat voor op overwinning bedoel. Ja, gisteren ook al. Hè. Bedoel, ja, wie doet zo Hij is wel afgeleid. Ja, nu, hij weet het wel. Gisteren had hij niks gemerkt, maar nu wel. Ja, want wij kwamen mensen tegen op de Quad Affaire, die Belgen. En die stonden blijkbaar in de bocht waar het voorval gebeurt van die man die eigenlijk in het gedicht spuurt. En ja, die Belgen zeggen ook, we staan daar in die bocht. Die man was natuurlijk helemaal dronken. Mm-hmm. En die doet daar een actie dat heel de dag gewoon verbrot is voor de supporters rondom hen daar. Ja, stel dat jij daar staat, Kevin, als ex-coureur en je ziet dat gebeuren. Ga je die man aanspreken of ga je hem aanvallen? Maar aanvallen misschien niet, maar ik zou toch op een beleefde manier misschien iets durven zeggen. Ja. Dat we, een beleefde manier? Hoe doe je dat? Hetgeen dat ook Richie Port gedaan heeft. Hè. Hij kreeg ook ergens een klop, las ik. Ja. Hij komt naar beneden. Hij stopt bij die mensen en hij zegt, die mensen die waren nog zo groot. Dus als je die mensen erop aanspreekt, direct... Ja, ze durven dat wel als ze in hun vriendenkring staan. En ze weten ook, als je bergop redt, je gaat niet remmen, denken ze. Maar ja, Richie Port komt naar beneden, naar de bus. En dan stopte die. En ja, het was helemaal minder natuurlijk. Maar bij Froome is het echt heel opvallend dat het dus nu al de hele tijd bezig is. Dat men hem dat blijkbaar allemaal niet gunt. Daar is zo'n hele een soort doem over wat dat die man doet. En die moet ook hard werken. Je hebt het wel gezien de laatste dagen. Om erbij te blijven. En een heel jaar honger lijden ook. Enzovoort. En dan constant dat geschimp zonder een echte aanwijzbare reden. Dat is heel mysterieus. Het heeft misschien ook met de ploeg te maken. Hè? Als een ploeg zo oppermachtig is en alles onder controle heeft, dan mensen gaan vaak voor outsiders. Underdogs, zeker Vlamingen ook en zo, denk ik. Hè? Maar, Maar dan vandaag en gisteren die het ook dat ze toch niet zo... Allee, dat toch ook kan breken op een bepaald moment. Dat toch niet bovenmenselijk is. Ja. Je moet tegenwoordig opletten om Chris Froome en Lance Armstrong in één zin te gebruiken, maar ik ga toch eens een uitspraak van Lance Armstrong gebruiken. En het heeft alleen met tactiek in de Tour te maken. Hij zei altijd, it takes one attack in the mountains and one good time trial to win the Tour. Bij gebrek aan een deftige tijdrit was het genoeg om één goede aanval bergop te plaatsen om deze Tour te winnen. Ja, dat is geen ik zei in de Pyreneeën. Hè. Hij heeft daar direct de voorhamer boven gehaald. En de Tour zat voor een paar dagen op slot, tot eigenlijk gisteren en vandaag. Ja. Zou Lance Armstrong de enige zijn die zo'n dingen kan zeggen? Nee, hè. Er zijn er nog anderen die dat kunnen. Hè. Maar hij zal wel gelijk hebben, zeker. Dat was wel zijn tactiek ook. Dat was wel zijn tactiek. Ja. Daarvoor was een toerwinnaar vaak iets oppermachtiger. Alhoewel, Indurain deed het ook op die manier. Vooral in de tijdritten. Hij heeft zelfs tours gewonnen zonder ritten te winnen. Ja, maar die deed geen zo'n uitspraak, want die zei niks. Die zei niks. Oké, reactie van Chris Froome. You had 158 seconds entering the stage. At the end of the stage, there were 72 left. I guess it was a question of following the numbers when Quintana went. Yeah, well, it was more about just trying to give everything that I had left at that point. I mean, I think everyone's tired. I was on my knees today. I was really tired. And of course, I had my teammates to thank for the work they did in the final wild poles. Richie Port, the whole team just did a great job from the beginning. It's just been incredible. Ready now for a grand tour of Belgian crits? Oh, yeah, that's the next stage race after this. Enjoy it. Thanks, Chris. Ja, ik denk dat hij er vier rijdt volgende week, van maandag tot en met donderdag, elke dag in België te zien. Onze welgemeende felicitaties voor Chris Froome. Het is zoals je ook zegt, Ben, als je het grootste budget hebt in een ploeg, dan breng je de beste coureurs samen. En als je ze dan op één lijn krijgt, krijg je dit soort situaties. Wie zou dat nu niet doen?
Wie zou nu zeggen, nee, we gaan dat anders invullen, we gaan er een paar goede thuis laten, we gaan de andere ploegen mee. Je speelt toch om te winnen? Je speelt om te winnen en dat doen ze toch perfect? Ja. Ja, het is de kunst om die man op één lijn te krijgen. Hè? Als je ze voor elkaar durft, gezien weer, vandaag weer hoe ze dan voor elkaar werken, hoe ze ook afgesproken hebben om dat te doen en dat dan ook uitvoeren. Ja, Jalen Thomas die offert een vierde plaats op. Ja, mooi. Dus, dat zegt genoeg. Froome heeft ooit toerwinst opgeofferd voor Wiggins, ja. Voor hij twee keer won. Goed, de bus, daar gaan we het ook eens over hebben. De bus is binnengekomen, netjes binnen tijd vandaag, dames en heren. Dit zijn beelden van de bus. Ze komen binnen op 23 minuten en 57 seconden, mooi binnen de tijdsgrens. Een korte etappe, altijd gevaarlijk om met die tijdsgrens te flirten, maar dat was niet het geval. Ze hadden een goede chauffeur, Zdeněk Stybar was de chauffeur van de bus. Greipel zien we daar ook zitten, we zien Van Bulzen daarachter Greipel zitten. Ik zag Cavendish ook, dus al deze mannen zijn netjes binnen tijd binnengekomen. Daar had hij het ook de hele dag over, hè? Hoe dat dan werkt. Hè? Dus hij die niet graag klimt. En zegt van, leg jij het uit, hoe dat groep dan gevormd wordt en wie daar de leiding neemt. Dat was heel interessant. Ja, dat wordt vooraf al zeker de ritten voordien. Gisteren een heel korte etappe, vandaag. Ik kan me herinneren, 2011 etappe, maar dan wel over Telegraaf, Galibier, aankomst. Was ook Gruppetto en Leukeman, zat achter Gruppetto, helemaal alleen. En dan was hij buiten tijd met zicht in Parijs. Ja, dat is gewoon het ergste wat ze rennen kan voor hebben. Dus de Tour eindigt vandaag uiteindelijk. Nog toen ook. En als je dan nog buiten die tijdslimiet valt, dat is maar gewoon... Dat is toch een heel rare soort samenwerking, hè? Die dan ongeschreven blijkt. Ja, van... Ja, onuitgesproken. Dat is elkaar al voor de start aanspreken. Van kom, ticketje voor de bus nemen bij ons. Ja, zo wordt het naar elkaar gestuurd ook. Ik lees op Twitter vaak ook... ticketje voor de bus bij Marta Stieberg zag ik passeren of zo. Dus ja, dat wordt echt wel... En dan in de Vallei, wat ik straks ook, rijdt de bus echt rapper als de eerste. Omdat ze ook weten, daar moeten zij hun tijd goed nemen. Draait ze een 30, 40 man rond. Terwijl van voor rijdt er één of twee man maar op kop. Het waren goede chauffeurs, ze mogen allemaal naar Parijs. Dat is gebleken. Kevin, er is ook een vraag van een kijker voor jou over de bus. Deze vraag van Angelo Michiels. Kevin, als je in de bus zit op zo'n call, is er dan tijd om te zeveren? Of is het full concentrate tot aan de finish? Zeveren. Het hangt er vanaf wie je bent. Als je iemand bent die bijvoorbeeld bij Cavendish moet blijven en je bent iets of wat een goede klimmer, dan is dat een relatief oké dag. Maar dan ga je echt niet tegen Mark een verhaaltje binnen vertellen, want die zit wel echt op zijn limiet. Dus het is niet dat dat daar een plezierietje is. Dus voor de mannen die in de bus zitten, die niet geblesseerd zijn of die bij een kopman moeten blijven, is echt geen plezieriet. Maar op een dag als deze, als je weet, we zijn aan de voet van Alpe d'Huez, de tijdslimiet is geen probleem, dan is het ook een klein beetje genieten, denk ik, of niet? Nu al op de WC, dat is dan super veel supporters langs de kant. Maar je moet nog altijd wel bergop rijden. Hè. Einde van 3 weken, dus ja. Het is niet echt een plezierrit. Nee. Sowieso niet. Goed, de uitslagen eens bekijken. Uitslag in het klassement. Eerste top 10 van de rit: Pinot, Quintana, Hesjedaal, Valverde, Froome. Roland, die daarmee zijn 10e plek verzekert. Dan Poort, Anacona, Puls en Plaza, die ook al een rit won in deze Tour. Nibali is als 15e binnengekomen, Contador als 16e. De Gent-Bakelands als 30e en 31e en Pauwels als 33e. In het algemene klassement, dit is de top 10 waarmee we het gaan doen tot en met morgenavond. Hè. Dit is de top 10 van de Tour 2015. Misschien valpartij morgen, maar dat hopen we natuurlijk niet. Froome wint voor Quintana op 1.12, dan Valverde op 5.25, Nibali 8.36, Contador bijna op 10 minuten, Geesink op meer dan 10 minuten, Mollema 7e op 15 minuten, Frank iets verder op 15.39, 8e, Bardet 9e op 16 minuten en Pierre Roland 10e op 17.5 minuut. Pauwels is de eerste Belg, hij wordt 13e op 31 minuten van Chris Froome. Bakelands is tweede Belg, 20e op 1:16. Ik neem aan dat de prestatie van Serge Pauwels jou enorm veel plezier doet, Ben. Wel, dat is toch een ongelooflijk toeval. Een jaar of 6 geleden was ik hier ook eens bij jou. Dat was toen in de streek van Andorra of zo. En toen hadden jullie samen Serge Pauwels, die toen een fantastische Giro had gereden, uitgenodigd. We hebben toen kennis gemaakt, de hele dag samen opgetrokken. En dat was ook een hele toffe. Echt waar. dat is echt een kerel die indruk maakte, die verstandige klap, die mij veel leerde over de koers. Want we mag nooit vergeten, die mannen zitten in de koers. Wij zitten te zagen over de koers, maar die mannen weten daar veel meer van. En je leert daar zoveel van. En nu kom ik hem dan terug tegen. En nu rijdt hem een geweldige Tour, dat was fantastisch. Ja, dan zit jij in je zetel en dan hoor je de naam Pauwels noemen. Dan zeg ik, verdorie, die ken ik. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zo rijden deze jaar. Echt, dit jaar, dat was fantastisch voor hem. Echt waar. En dat hij tot zijn 30e gewacht heeft om dat te presteren, dat is raar. Ja. Toen je kwam, weet je nog wie Lieven interviewde die dag? Ja, Johan Cruijff. Johan Cruijff. Ben je dat? Ja, absoluut. Cruijff zat toen aan de tafel van Lieven in de buurt van Barcelona. Ik weet nog dat je heel jaloers was op Lieven. Dat kan ik me inbeelden. Goed, maar je bent vanmorgen je maat Serge Pauwels gaan opzoeken bij de start.
Eerst maar goed, ik ben blij te zien. Ja, inderdaad. Ik ben vooral heel fier op u. Dus ik heb mijn kameraad Kevin mee. Kevin, goed. Iets minder scherp als jij nu, maar... Wat er vandaag ook gebeurt, hoe dan ook, die tour is voor u geweldig gelukt. Maar hoe gaat dat nu verder? Dat is de vraag. Hè. Hoe gaat dat nu voor u iets veranderen? Ik hoop in elk geval dat ik volgend jaar nog bij dezelfde vrouw ben. En in hetzelfde huis, want dan zal ik heel goed zijn. Ja? Maar, het is ook, wat bijvoorbeeld ook een punt is hoe gaat het voor de ploeg veranderen. Ja, dat bedoel ik, hè. Dus we zijn nu de Tour gestart als underdog en er was geen enkele druk. Maar ik hoop dat die structuur bij de ploeg ook gaat blijven. Dat is juist zo tof, hè. Had jij al ooit van Eritrea gehoord? Voor de... Ja, weet je dat contract getekend? Hier stond een adres op Eritrea. Pas op, dat zijn heel toffe mannen, heel zachte mannen. Zo, ja, maar, ja. Maar die lachen altijd, hè. Ja. Bedoel, nu wij nog en we zijn er, hè. Ja. Succes, man. Echt waar. Misschien tot in België. Ja. Ja, wij zien hem morgen, want Serge Pauwels is onze gast aan de Eiffeltoren samen met Jolien Doorn. We zagen daar even dat beeld van de Colombianen. Er is duidelijk gepraat onder Colombianen voor de start. Serpa die demareert, Quintana gebruikt hem als springplank. Kunnen we daar van een combine spreken of gaat dat te ver? Een combine is een echte, denk ik. Ja, gewoon, ja, bij Spanjaarden zie je dat ook vaak. Hè. Ik bedoel, als er een landgenoot een klein hulpje kan gebruiken, aanstinkt. Serpa heeft op zich niks mee te maken in het klassement of zo. Lamprey uiteindelijk ook niet. Mm-hmm. Ja, hoeveel meters zou hem getrokken hebben, dat ook niet, dat het grote verschil zou hebben. Zie je dat bij België wel gebeuren, bijvoorbeeld? Ik denk dat het landsgevoel meer in zo'n landen is dan wel in België. Ja, dat... mm-hmm. Maar wat is het verschil tussen wat we hier zien en dat gevalletje in de Giro waar Poort ook van een landgenoot een wiel krijgt? Volgens het reglement mag dat niet, maar dit mag dan wel weer. Terwijl het hetzelfde principe is, hè? Andere ploeg helpt andere ploeg. Ja, misschien wel. Ja. Ik ken het reglement op dat gebied ook niet. Ik zou ook nooit in een situatie komen dat ik denk dat ik een wiel moet afstaan aan een andere ploeg of zo. Dus. Hm. Maar ja, het is moeilijk te interpreteren natuurlijk. Dat van Serpa, hoe kun je zeggen dat hij effectief met die intentie dat gedaan heeft? Hè? Ik bedoel, hier werd effectief dat het wiel is gestoken, dus je kunt niet ontkennen dat je het gedaan hebt. En Serpa kan zeggen, ik demareerde en ik wou tempo maken. Misschien mocht ik wel de rit winnen als we tot de finish gingen. Ja, dat kan ook. Heeft Nairo Quintana de Tour verloren in Nederland? Op Neeltje Jans daar, met die rare winden. Die... Ja, wel, hij verliest 11 seconden in Utrecht op Vroom en hij verliest 1.28 in die waaierrit naar Neeltje Jans. Goh, ik denk die 11 seconden in de proloog uiteindelijk, dat is normaal. Als een proloog ergens anders had geweest. Natuurlijk, ja, die waaierrit hoort er ook bij. Ja, kijk, dit is een incident, Jan, rond Punch. Iedereen wordt opgehouden en... Ja, dan gaat Etix Quickstep tempo maken, de waaier trekken. En Nibali, onder meer Nibali en Quintana, die blijven achter. Froome is wel mee en pakt hier 1.28. Maar achteraf heeft altijd iedereen op voorhand gelijk. Hè? Dus heeft Club Brugge gisteren het kampioenschap verloren om te verliezen op FTV. Als er straks 2 punten tekort komen. Dus dan misschien wel. Maar misschien struikelt Anderlecht ook nog eens. Dat kan allemaal. Dat is een moeilijke hypothese, Karel, waar geen antwoord op bestaat. Nee, maar stel dat die 1.28 weggevlakt zijn en je gaat met een gering verschil naar de voet van Alpe d'Huez, dan krijg je wel een andere koers. Nu, had Alpe d'Huez bijvoorbeeld nog 3 kilometer langer klimmen geweest, dan had het misschien wel gebeurd. Want je zag Froome echt naar adem happen. Ook al werd hij goed geholpen. Het had echt niet langer mee moeten duren. Hè. Echt niet lang meer. Hè. Nee, dit is niet met de evacuatie. Dit is gewoon een brommer die passeert. Misschien ga ik te ver hoor. Als ik die vraag stel. Is Quintana de morele winnaar van de Tour? Nee, Froome is de winnaar. De winnaar, maar de morele winnaar. Bestaat dat? Nee, voor mij niet. Dat heeft belang naar de toekomst. Hij is nu 2 keer tweede geworden. Maar erbij, die waaierrit. Hij weet dat hij misschien de beste klimmer is van allemaal. Froome is vandaag misschien net dat tikkeltje vermoeider, omdat hij wel altijd gevochten heeft om in die voorste gelederen. Dat vreet ook energie, zowel mentaal als fysiek. En dat betaalt hij misschien net vandaag. Mm-hmm. Dus ik vind, de Tour is 3 weken. Dat zijn kasseiritten, dat zijn waaierritten. Dat is een proloog. Dus voor mij is gewoon de verdiende winnaar Froome op het einde van de Tour. Maar Quintana dan toch een zeer goede tweede, denk ik. Want als je ziet de vechtlust, hè, waarmee je vandaag weer, en waarschijnlijk op een afgesproken moment, je hebt het ook gezegd vanmiddag, op een afgesproken moment, start hij toch nog in een aanval. Dat ze vandaag wat winnen natuurlijk. Maar ik denk dat ze hadden misschien gisteren al een keer moeten. Ze hebben lang gewacht. Ze hebben echt tot vandaag gewacht om zowel Valverde als Quintana echt voor toffe. Had hij moeten meeschuiven met Nibali? Gisteren? Als je het vandaag bekijkt, wel. Ja, dat is weer die 9 interpreteren. Ja, maar je moet ook kunnen. Misschien voel je op dat ik denk moment... dat Froome gisteren zeker niet beter was dan vandaag. En gisteren had hij zonder ploegmaat. Ja. Doet hij dat dan niet gisteren, omdat hij angst heeft van als ik meeschuif, ga ik misschien ook nog mijn tweede plek kwijt? Ja, op een counter lopen, denk het wel, ja. In de Tour is dat podium zo belangrijk. Als het de Giro had geweest, had hij het misschien wel gedaan. Omdat daar een tweede plaats minder belangrijk is
dan het misloop van een eerste plaats. Ja. En de Tour is dat podium zo belangrijk dat ze gewoon misschien, ja, dat je zegt, niet durfden om het risico te nemen. Gisteren al vandaag risico nemen, oké, het is de laatste etappe voor Parijs. Dat is toch nog net iets anders. Maar het zou toch fantastisch zijn moest Quintana de Tour eens kunnen winnen. Hè? Dat, ja, een Colombiaan die de Tour wint. Ja, en dat creëert ook weer nieuwe mogelijkheden. Het parcours lag me het beste. Ja. Amper ja. Tijdkilometers. Dus de komende jaren, ik weet nu niet hoe dat de komende jaren gaat zijn, maar ja. Dat is waar, hè. Kun je volgend jaar weer 100 tijdritkilometers krijgen en dan slinken ze kansen opnieuw. Willen we eens luisteren naar Nairo Quintana. Het is een hele sympathieke gast. Hij is vanavond komen aanschuiven aan de tafel van Lieve van Gils. Het was nog licht buiten, hoor. Het is al een tijdje geleden, maar hij heeft zich wel neergezet en heeft een hele mooie babbel gedaan met Lieve. Nairo, felicitaciones. Y gracias por complacer a nosotros, por dar gusto a nosotros hoy. Muchas gracias, siempre es con todo gusto compartir con toda la gente. Sí, era una etapa sensacional hoy. Sí, hemos hecho una etapa muy bonita junto con el equipo, hemos controlado, hemos intentado atacar para quitar este tiempo perdido. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente no se ha recuperado lo que necesitábamos, pero... El amarillo. Quedamos con buenas sensaciones. Con cosas muy buenas que hemos terminado bien, que el equipo hemos ganado o vamos primeros por equipos. Sí. Y eso es magnífico porque tenemos un equipo fuerte. Sí, pero no has ganado el Tour y no has ganado la etapa. ¿Estás satisfecho con tu puesto segundo? Sí, satisfecho sí. Con el puesto segundo. Como bien lo dices, no he ganado, he quedado a punto ayer y hoy, pero bueno, como te decía, me quedo con las buenas cosas y años próximos. Sí, sí, y no ha perdido el Tour hoy, ¿eh? Lo ha perdido en la segunda etapa, en el Giants. Etapa. Sí, lo lamentas muchísimo, ¿no, hoy? Bastante, bastante. Son situaciones de carrera y en ese momento al equipo sufrimos una caída en esa etapa, justo en un momento clave, y de allí hemos perdido ese tiempo. ¿Y ayer? ¿Por qué no has seguido a Nibali ayer? Bueno, pensaba que era un poco lejos, esperaba la estrategia de atacar un poco más adelante, luego ha puesto ritmo el Saxo y se iba rápido, pensaba que igual atacando al final se haría mucha más diferencia. Sí. Entonces, ¿Christopher Froome merece esta victoria? Sí, la merece, ha luchado bastante, ha aprovechado en los momentos que tenía que aprovechar y por eso me ha ganado. ¿Qué piensas de las acusaciones del dopaje a Christopher Froome? Pienso que está muy mal. Nuestro deporte merece un respeto y sobre todo los medios de comunicación que transmiten muchas cosas erróneas o controversias para hacerle daño a nuestro deporte. Ya pasaron unas épocas malas. Pienso que ahora vamos por muy buen camino. Y no es justo que le traten mal a él. Otra cosa, Nairo, yo vi muchas hinchas colombianas al borde del camino. Eso es la parte que te gusta más, ¿no? Tus fans. Sí, me emociona bastante. Han venido mucha gente desde Colombia y bueno, no solo me apoyan los colombianos, he visto también afición de muchas partes del mundo, muy emocionados, españoles, franceses, italianos. Pero siempre vuelves a Colombia para entrenar y para estar con tu familia. Sí, siempre, porque claro, estar fuera de casa se hace muy difícil y estando allí, pues aprovecho dos cosas a la vez, estar con mi familia y hacer una buena preparación. Sí. Cuando eras joven, tenías una bicicleta para ir a la escuela con su hermana detrás de ti. Sí, mi hermana a veces, que mi otro hermano también montaba en bicicleta y alguna vez por gusto a ella quería ir en bici, pero iba muy despacio. Yo la ataba a mi cuerda
la mi bici con la bici de ella y subíamos del cole a la casa. Ah, que era un buen entrenamiento entonces. Sí. Y mientras tanto, ¿tú soñabas disfrutar carreras grandes? No, en ese momento pues no me lo imaginaba aún. Dos años más tarde, ya cuando he fichado por un equipo y he venido a Europa a hacer competiciones, ya es cuando me ha comenzado a crecer la ilusión y he comenzado a soñar sobre lo que podía. Sí, y ahora estás aquí, ahora segundo en el Tour. Por favor, Nairo, pon tu firma en este jersey. Oké, dat van gisteren is gewonnen door Alain Hazard, dames en heren. En wie dit shirt wilt van de tweede uit de Tour, Jacques, por favor, die moet sms'en. Vive le velo naar 4342. Muchas gracias por su tiempo. Y vienes a Bélgica para correr un criterio la semana próxima? Bueno, no lo sé aún todavía. Estamos esperando calendario de equipo. Y posiblemente podríamos ir. Oké, muchas gracias por su tiempo. Nairo Quintana, gracias. Hij weet nog niet of hij een criterium rijdt in België. De kalender van de ploeg moet dat nog bepalen, maar misschien wel. Hij zit daar als tweede. Valverde, zijn ploegmaat, zat op dat moment aan de tafel. Als derde. Tweede en derde binnen dezelfde ploeg. Heb je het dan goed gedaan? Of heb je dan niet het maximum eruit gehaald? Voor mijn gevoel niet. Natuurlijk, die renners binnen het peloton voelen hoe dat de verhoudingen liggen. Misschien hebben ze dat snel gevoeld van oké, Froome is gewoon voor ons niet haalbaar. En ik weet wel dat zo'n ploeg heel veel belang hechten aan ook ploegklassementen en zo, Spaanse ploeg. Dus ja, dat kun je niet weten. Maar ik zou toch proberen te opteren voor één eerste plaats in plaats van twee op podium. Ja, maar jij bent ook een jongen van de lichting De Kouwer. Hè? En de leuze van De Kouwer is eerst het bord van de ander leeg eten en dan je eigen bord. Hebben ze dat genoeg gedaan? Want ik zag Contador demareren in de Pyreneeën, ook de voorbije dagen. En wie ging hem halen? Elke keer Valverde. Waarom laat hij het werk dan niet aan Sky op zo'n moment? Nou, ik had altijd gedacht en ook gelezen dat ze dit jaar echt met kopman Quintana naar de Tour gingen komen en dat eigenlijk al de rest in dienst ging staan van Quintana. Maar als je dan de Tour een beetje volgt, zie je toch dat Valverde op een bepaald moment ook zijn derde plaats verdedigt. Dus ja, oké, we weten niet wat er binnen die ploeg wordt afgesproken. Maar... Vooral in het hoofd van Valverde heeft het geleefd. Het was een kinderdroom, zei hij na afloop. Hij barstte in tranen uit. Derde in de Tour, daar heb ik mijn hele leven van gedroomd. Venga, venga, vamos a escuchar a Alejandro. Está llorando, no puede correr. Alejandro Valverde aquí en medio de la... Tercer la puesto para Alejandro Valverde. Tercer puesto, Alejandro. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Este es algo que perseguía toda la vida y al final se ha podido conseguir. Ja, dat duidt nog eens op het belang van een plaats in de Tour. Die mens heeft bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Ja, en dan is derde plaats in de Tour iets waar je heel zijn leven van gedroomd hebt. Dat is wel iets heel hard, toch? Hè? Waar heb jij heel je leven van gedroomd? Ik ga het niet vertellen in het openbaar hier. Nee, maar ik wil je maar zeggen. Stel dat de Giro was, denk wel als ze vol voor de eerste plaats gaan. Maar de Tour is zo groot en het podium is zo belangrijk dat ze blijkbaar toch meer opteren voor een zekerheid, tweede en derde, dan als ze verspelen voor een eerste plaats die met Froome misschien toch... bijna niet mogelijk was om te verslaan. Ik moet richting onze rubriek toeristiek met een bruggetje. Ben, heb je saus genomen daarnet bij het eten? Ja, een beetje. Ja. En het bleek van koffie gemaakt te zijn. Ja, koffie en er zat nog iets in. Een liqueur. Ja? Ja, chartreuse. Er zat chartreuse liqueur in de saus. En daar zijn we naartoe getrokken. Dat is naar Berg in Leuven. Ophélie Bertossi, die werkt in de Kaaf de Chartreuse als gids. En die Kaaf, dat zijn de grootste liqueurkelders ter wereld. Chartreuse, dat is een liqueur die nog steeds wordt gemaakt door de Carthuizermonniken uit Saint-Pierre de Chartreuse. En daar hebben wij Hendrik Luiten naartoe gestuurd. C'est la plus longue cave à liqueur au monde et elle fait 164 mètres de long. Ça, c'est incroyable de travailler ici. L'histoire des liqueurs commence en 1605, c'est la date où le maréchal d'Estrées a transmis aux Chartreux un manuscrit. Et sur ce manuscrit, il y avait la recette qu'ils ont pu exploiter seulement en 1737, c'est la date où l'élixir de longue vie, que maintenant nous appelons élixir végétal, a été créé. Cette recette est complètement secrète, seuls les moines peuvent l'exploiter et ils se la transmettent de génération en génération par voie orale. La couleur est verte, elle est totalement naturelle. En effet, les chartreux sont les seuls liquoristes au monde à connaître le secret de la coloration verte et uniquement par les plantes des liqueurs de chartreuse. Donc cette liqueur est composée de 130 plantes et épices.
Et ces plantes qui sont utilisées soit pour leur valeur médicinale, donc ça peut être digestive, soit pour la couleur, soit pour le goût. Quand j'étais petite, j'ai pu venir ici dans les caves. Puis l'histoire des moines m'a suivie un peu pendant toute mon éducation. J'ai déjà visité plusieurs fois le musée de la Grande Chartreuse, donc pas loin du monastère. Je suis déjà allée me balader près du monastère. Ces caves, maintenant, ici, j'y travaille. Donc c'est assez riche pour moi, ce patrimoine historique. Alors, ma liqueur préférée, c'est la chartreuse du 9e centenaire, celle qui a été créée pour les 900 ans de l'arrivée de Saint-Bruno en chartreuse. C'est le parfait équilibre entre la verte et la jaune. Et en bouche, elle est vraiment intéressante car on sent la force de la verte et la douceur de la jaune et sa couleur tire vers l'émeraude, donc ça lui donne un côté un peu extraordinaire, donc je l'apprécie énormément. On pourrait qualifier l'atmosphère d'ici de mystérieuse car il y a pas mal de choses dont on ne peut pas parler. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires car tout ce qui concerne la recette, le temps de vieillissement, tout ça est secret et propre aux moines. Seuls eux connaissent ces paramètres-là. Mais c'est aussi ce qui fait la spécificité des liqueurs et du lieu. Ça intrigue, du coup, ça intéresse, ça attise la curiosité et c'est ça aussi qui est chouette. Chartreuse, waar onze landgenoot Jacques Bril zo goed thuis was bij de monniken. Dit is onze krekel, dames en heren. Ons lichtontwerp. Er komen heel veel vragen binnen. Waar kunnen we dit ding kopen? Dit is niet te koop. Dit is een eigen ontwerp van een van onze mannen, van onze lichtverantwoordelijke Karel Perneel. Een hele straffe gast. En voor Karel is er niks te veel. Kijk, dit is Karel. En die heeft alles over voor zijn job. Een en al passie. Vanmiddag gewoon de kleren uit om één lampje op dat eilandje hier achter ons te gaan plaatsen. Formidabele vent. Passie en trots voor en op je werk. Het is de kracht van de echte vakmannen. Dit beeld wilden we niet onthouden. Alle details moeten in orde komen. En kabels kunnen wel wat beter gegooid worden. Nou, hij staat daar nu nog, te wachten tot straks. Ja. Karel, hij zit daar achter in een tentje. Heel veel dank voor alles wat je voor ons doet, man. Heel veel dank. En hij zwaait terug. En er komt zelfs applaus van de mensen die hier naar het programma staan te kijken. Ben. Klopt het dat jij ook een grote fan was van Joop Zoetemelk? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was natuurlijk een Merckxist zoals iedereen. Omdat, hoe kun je niet tegen Merck zijn? Merck was ongelooflijk en is dat nog steeds. Maar wat zo interessant was ook, en ik was ook een geweldige Nederlandvolger, dat zo iemand als Joop Zoetemelk heel zijn leven heeft moeten vechten tegen dat fenomeen. Hij niet alleen natuurlijk, maar in al die ronden van Frankrijk, waar hij ook tweede geworden, ik denk vijf, zes keer tweede geworden. Dat was zo'n interessante figuur, die Joop Zoetemelk. En dan uiteindelijk heeft hij nog in 1980 uiteindelijk nog eens toch nog kunnen winnen. Hè. Dat fenomenaal. Dan krijg je die bijnaam, wieltjeszuiger. Ja, want het is al heel straf om zo'n Merckx te volgen natuurlijk. De vraag aan Kevin. Hè. Als je Merckx kan volgen als zogezegde wieltjeszuiger, dan ben je denk ik al een heel sterke renner. Hè. Ja, dat is een beetje voor mijn lichting. Maar gewoon algemeen, wieltjeszuiger bergop telt gewoon niet mee. Nee. Dus het feit dat je zoveel keer tweede Tour wordt, denk dat dat niet echt de juiste benaming is. Dan. Zes keer tweede alvorens de Tour te winnen. Dat is de echte Poulidor misschien. Hè? Ben, je hebt een hele mooie reeks gemaakt, al twee reeksen eigenlijk, van interviews met grote sportmannen. Dank je wel. Karakters, echt waar. Felicitaties daarvoor. Ik heb dat niet alleen gedaan. Nee, goed, je doet dat ook met een ploeg, dat weet ik. Je hebt twee wielerfiguren geïnterviewd. Patrick Lefevre en Eddy Merckx. Ja. Merk je dat er iets terugkomt in de karakters van al die sporters? De meeste eigenlijk wel. Je voelt altijd toch een soort van innerlijke, moeilijk omschrijfbare drang van ik moet een doel hebben en dat doel ga ik nastreven en daarvoor moet veel, zo niet alles wijken. En dan ook nog, want we hebben ook diverse mensen, zeker ook uit de koerswereld, dus Eddy Merckx en Patrick Lefevre, die ook al een tijdje gestopt zijn met het actieve leven als renner. Patrick Lefevre is natuurlijk nog zeer actief in het koers. Maar daar moet een nieuw doel komen. Daar moet iets nieuws komen. Ze missen anders, denk ik, die passie om verder te gaan. En dat is niet altijd makkelijk. Daarom zijn het ook karakters. Dat betekent niet slecht karakter of goed karakter. Dat betekent gewoon een karakter dat je in staat stelt om ontzettend veel te bereiken. En daar ook heel veel voor over te hebben. Ja, wat jou ook is opgevallen, vooral tijdens dat portret met Merckx, is zijn toegankelijkheid. Hè? Die is in orde. Dat is onwaarschijnlijk. Misschien... Dat bedoel ik niet kwaad. Misschien is hij wel te toegankelijk geweest. Want hij zegt dat ook. Ik kan zo moeilijk nee zeggen. We waren al lang blij dat hij niet nee tegen ons zei. Ja. Maar hij zegt bijna tegen niemand nee. Want hij is zo aanraakbaar ook. Ja, dat is fenomenaal hoor. Ja, daar gaat ook een fragment over. We gaan dat eens bekijken. Een fragment met Eddy Merckx over hoe toegankelijk hij wel is. Want je zegt ook wel eens van jezelf. Ik kan heel moeilijk nee zeggen. Hè? Ja. Maar waar komt dat, denk je?
Ja, ik denk dat dat komt door de goedheid die ik heb van mijn moeder. Die was ook altijd voor iedereen bezorgd. En ook in het begin dat ik koerste en zo. Na de koers was bijna bij ons thuis de zoete inval. Alhoewel dat we het niet zo breed hadden, maar ja, we wou iedereen plezier doen. En ik denk dat daarvan komt. Ja, vader en moeder Merckx. We hebben ook een vraag van een kijker die daarop aansluit, Ben, op je reekse karakters. Over welke internationale toerrenner zou jij een eventuele aflevering van karakters willen maken en waarom? Je mag kiezen. Eentje die nu nog rijdt. Alle tijden. Ja, er zijn er veel natuurlijk. Er zijn er verschillende die zeer interessant zijn. Maar ja, je kan er rond Froome, het fenomeen Froome kan je niet omheen. Omdat ook, je hebt hem straks zien spreken in dat stukje interview. Hij is vriendelijk, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat dat een vriendelijke man is. Maar hij toont het achterste van zijn tong niet. Het fenomeen Froome, waar je daar straks ook over zei. Van, kunnen we daar nog over praten? Mag dat nog? Dat is zeer interessant. Hè? Dus die man is zeer, zeer bizar, denk ik. Multigetalenteerd, maar dat zijn ze allemaal. Dus een dag of drie naar Kenia met Froome. Ja, maar ja. Naar Nairobi, naar zijn geboorte. Ja, God weet, wat komt daaruit? Mm-hmm. Oké, het is een uitdaging. Amai. Ze zijn niet makkelijk bij Sky, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Het is geen Eddy Merckx, die Chris Froome. Er komt een derde reeks van karakters. Zit daar een coureur in? We hebben nog niet alle namen bijeen. En we gaan ze ook nog niet allemaal kunnen zeggen. Maar we moeten proberen een beetje niet altijd in het voetbal en in de koers te zitten. Mm-hmm. We hebben Delphine Persoon al opgenomen. En ik deel u mee, daar komt ook wel wat uit. Ja. Ook al is dat geen coureur. Nee. Kevin De Weert heeft ook een verhaal, hoor. Huh? Ja, een strafverhaal heb jij, hoor, Kevin. Hangt vanaf welk deel dat je wilt horen, natuurlijk. Nee. Op welke prestatie in je carrière ben je het meest trots? Ja, ze hebben nogal gevraagd. Ik heb zo drie dingen dat ik van heel mijn carrière eigenlijk onthoud. Dat is sowieso mijn 12e plaats in 2011. Sowieso. En verder ook het WK in Valkenburg, waar we toch met Belgische ploegen eigenlijk de wedstrijd gewoon gedomineerd hebben. En dan eigenlijk Philippe het afmaakt. Gilbert, ja. En dan, ja, Philippe Gilbert, sorry. En dan eigenlijk voor de rest over heel mijn carrière, als ik gewoon kan opsommen voor welke kopman ik allemaal gereden heb en ook appreciatie gekregen heb, daar ben ik ook wel fier op. Ja, je noemt wel die Tour van 2011 als eerste, 12e plek. Ja. Eigenlijk 13e, maar Contador is er toen uitgeschrapt, dus 12e. We zien daar wat beelden van. Heb je daar jezelf ontdekt op een bepaald moment en had je het misschien vroeger ontdekt wat je daar gedaan hebt? Nou, op zich, ik ben op zich altijd een knecht geweest. En ik was het jaar daarvoor 17e geworden als knecht zijnde voor Sylvain Chavanel. En toen nadien zei ze bij de ploeg, oké, je mocht volgend jaar een keer voor jezelf proberen, maar zonder help, want wij gaan voor etappes, dat is heel belangrijk, maar je mocht wel je ding doen. Mm-hmm. En ik heb dan dat voor mezelf geprobeerd en dat is ook gelukt, maar ik wist ook wel dat dat een van mijn, dat ook wel ergens mijn eindpunt was. Ik had niet ambitie of ik had niet het idee dat ik niet, oké, nu kan ik voor top 5 gaan. Ik wist wel, rond die 12 misschien met een beetje geluk, 10e, dat was wel het hoogst haalbare. Ja. Ik heb ook nog één vraagje van een kijker, speciaal voor Kevin, maar echt waar. Want vanochtend kreeg ik een sms'je van jouw voormalige ploegdokter Ivan van Mol. En die zei, vraag een keer aan Kevin. Dus toen hij coureur was, ging hem naar Tomorrowland. Mm-hmm. Nu hem gestopt is als coureur, nu gaat hem naar de koers. Hoe komt dat? Ik heb maar één keer kunnen gaan naar Tomorrowland, want dat viel samen met de Tour altijd. Ja. Dat was toen het jaar dat het een week naar voren geschoven was met Olympische Spelen. Ja, maar ik denk wel niet dat de mensen daar verkeerd uit mogen begrijpen dat je niet leefde voor je job. Nee, helemaal niet. Dat zegt hij niet natuurlijk. Nee, want ik heb veel van de ploegartsen de opmerking gehad van doe een keer een beetje minder, maar ik was zo gefocust in die periode en ook voor bergop te rijden. Ja, bij Froome komt het ook naar voren, maar dan nog in het extremer. Het gewicht is zo belangrijk. Misschien te belangrijk tot het op het ongezonde aan, maar het is zo belangrijk, wat per kilo, er wordt zo vaak over gesproken en het is gewoon zo. Kevin, jij zegt ik ben fier als ik alle namen zie van toppers voor wie ik geknecht heb. Wanneer heb jij de knop omgedraaid in je hoofd, ik word knecht? Want als ik jouw jeugdpalmarès bekijk, dan was jij absoluut de wereldtop. Dan zei iedereen op dat moment, als Kevin De Weert prof wordt, man, dat is de nieuwe Belgische hoop. Dat was ook zo, tot op trainingskamp bij Rabobank, toch ging het ook nog allemaal goed. Maar dan mijn eerste 2 jaar bij Rabobank zijn een beetje in de soep gedraaid door alle andere reden, een beetje ziek, een beetje oververmoeid, een beetje gemaakt fouten. Hebben de anciens jou daar kapot gereden? Want jij kwam op een eerste stage toe en je was de evenknie van Michael Bogert. Je deed hem zelfs pijn daar in de buurt van Luca op die klimmetjes. Hebben ze jou toen bewust kapot gereden op trainingskampen om je klein te houden? Heb jij dat gevoel? Nee, ik heb dat niet gevoeld, want het ging toen echt heel goed. Dus ik had niet het gevoel dat ik me dan aan het forceren was, maar ik heb wel de prijs betaald in de loop van het seizoen. Ik werd ziek,
Ik kreeg een zwaar programma, 90 koersdagen toen. En ik ben er gewoon 2 jaar niet van hersteld geweest. En toen ben ik opgevangen geweest bij Quickstep toen. En daar, ja, oké, hebben ze mij in plaats van de bergopkoersen meer in de klassieke koersen gestoken. En een beetje in het spoor van Tom Boonen geraakt. En ja, zo stilaan in die rol geraakt van Knecht zijnde. Dus dat is niet dat je daar op zich voor kiest. Het is natuurlijk geen schande om voor Tom Boonen te rijden. Hè? Of met Tom Boonen te rijden. Nee, helemaal niet. Ook niet. En dat ging me ook goed af uiteindelijk. En ja, je rolt daarin. Ook je rijdt zonder druk van prestatie. Want je doet die job 150 kilo. Je krijgt een schouderklopje. Ja, zo ben ik geëvolueerd in die... Dus het is een organisch proces eigenlijk. Hè? Je groeit in die rol en uiteindelijk word je knecht. Maar je hebt ook heel veel pech gehad. Hè? Ik ga eens een deeltje van jouw medische bulletins aflezen. Gescheurde ligamenten, sleutelbeenbreuken, handwortelfractuur, adervernauwing, liesscheur met complicaties. En dan spreek ik nog niet over de val. 4 september 2013, 11e etappe van de Vuelta. Linker scheenbeen gebroken, patella, pees van de linkerknie afgescheurd. Extra breuk, rechter sleutelbeen, nekbreuk. Ja, dit is een race van tegenslagen die jouw carrière ook afgeremd heeft. Ja, oké, okay, ja, daar kies je daar niet voor, maar ja, je kan er ook niet veel aan veranderen, het gebeurt. Wanneer zat je dan nog op Tomorrowland met al die blessures? Ja, nee, ja, het gebeurt en ik heb altijd zo hard mogelijk proberen terug te werken. En ja, nu is gewoon de veer gebroken en heeft ook al meegespeeld in mijn beslissing. Dat eigenlijk het fysieke was uiteindelijk niet nu het probleem op het einde, maar gewoon het mentale is gewoon, het was oké, het was voorbij. Ja. Heb je vriendschappen overgehouden aan de koers? Echte vriendschappen? Echte vriendschappen zijn mensen waar je elke week iets gaat eten. Of van, oké, die jongens die nu in het peloton zitten, ja, die zijn nu aan het seizoen bezig. Anders, maar ik heb wel kameraden overgehouden. Ik heb vanochtend toch gezien, sorry dat ik je onderbreek, maar we kwamen Sylvain Chavanel tegen. Dat was een hartelijk weerzien. Hè? Ja, zeker. En vast Sylvain is een van de renners waar ik altijd heel goed contact mee gehad heb. En ja, dat was eigenlijk mijn roomie, bij wijze van spreken, als ik de Vlaamse koers reed. Dus ja, dat is eigenlijk een atypische Fransman, sowieso. Want ja, anders kom je al niet in een buitenlandse ploeg rijden. Fransmannen blijven meestal hun carrière in Frankrijk ronddwalen. En ook nu, ik zeg, we bellen elkaar niet plat of zo, maar is een sms'je links of rechts of zo, dat gebeurt zeker. Ja, en er was een camera bij die ontmoeting. Toch vanmorgen. Ça va? Ça va? Oui, oui. Ça va bien? Oui, oui, oui. C'est mon copain, ça. Quand on allait à Vincennes avec le... Non, c'est pas ta passion, ça? Oui. Si. Avec mon père. Tu aimes? Janvier l'année prochaine, si tu veux. Près d'Amérique. Si? Ça, ils sont prêts? T'as mon téléphone? Ça va, t'as tout arrêté alors? Oui. Fini le vélo. Et 7 kilos plus. Non, c'est vrai? Et non, ça va. Peut-être moi aussi. Hein. Oui. Moi, je veux continuer, mais... Oui, mais en France, sûr, en France, c'est pas de problème. Ouais, on verra bien. Ou en Belgique. Ouais, j'aimerais bien. Franchement, ça me dérangerait pas. Il faut voir ce qu'il veut faire. Je suis capable de rouler, de travailler pour quelqu'un. Ah oui, sûr, sûr. Allez, Maud. Allez. Je suis content de voir ça. Ouais, merci. Bonne chance. Was hij dat of was jij dat, alleen Maud? Nee, dat is niet dat we elkaar altijd aanspraken. Hij zei het er ook altijd op zijn Belgisch, hé, Maud. Dat is nog in de tijd van bij Quickstep. Dus. En jullie gaan samen naar de paardenkoers? Ja, hij heeft zelf ook een renpaard. Nog te jong op zich voor al deel te nemen daar. Maar mijn pa zit ook in de paardensport. En we hebben toevallig samen met mijn broer en mijn pa 2 jonge paarden gekocht. Die een beetje dezelfde leeftijd zitten als die paarden van Sylvain. Ja. Dus dat is onze afspraak een keer om hopelijk samen in de wedstrijd te kunnen verschijnen. Ja, samen naar de Grand Prix d'Amérique gaan kijken ook. Hè. We hebben nog hele mooie beelden van op de klim vandaag. Alpe d'Huez met die GoPro-cameraatjes die gemonteerd zijn op die fietsen. Daar krijg je hele mooie dingen mee. Hè. Kijk, dit zijn de jongens van Lotto.nl Jumbo door de Nederlandse bocht aan het fietsen. En let op Tanking, die zegt luider, ik wil meer lawaai. En je krijgt dan beelden vanuit verschillende standpunten. Het is echt een hel. Jij vindt dat niet gevaarlijk. Ja, van voor is het ander. Je zit er niet in de zon in de groep, hoor. Ja. Hier Sepp van Marken. Je had toch een beetje plezier beleven aan klimmen, hè? Op Alpe d'Huez. Nu, we hebben Sammy Nering tal van voorstellen gedaan voor vandaag om hem absoluut weg te houden uit die bocht 7 op de Nederlandse berg. Daar wil hij altijd naartoe. En hij vond onze voorstellen stuk voor stuk bijzonder leuk en bijzonder goed. Maar kwam toch thuis met een reportage over bocht 7. Hij is daar blijkbaar vannacht al gaan kamperen. En heeft een paar party animals meegenomen. Die hebben voor kamer, voor klank en voor beeld gezorgd. Dat waren Steven van Iften en Olivier Smits. La 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 la
nachtploeg of de interview? Maar we gaan dat tot in de ochtend, zeker. Wat hebben we gedaan nu? Pardon? Jullie gaan door tot in de ochtend. Ja, zeker. Ja. We gaan door. Tot het gaatje. En wat gebeurt er dan? Ja, dan zien we morgen. Dan gaan we weer los. Ingeborg zijn we sowieso vast. Natuurlijk. Tegenhamdat! Wat? Daniel, de Eritreër. Tegenhamdat! We proberen al een week Tegenhamdat uit te spreken. En uiteindelijk is Daniel Tegenhamdat! Ja, 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 ja! Tegenhamdat! Heimdat! Tegenhamdat! Hier rijdt er op kop. Zo, die weet. Een Fransman en een Canadees. Oh ja, als jij het zegt, dat zal het zo zijn. Hij zit al in Pinot. Oh, jammer, het had Gezing en Mollema moeten zijn. Kippenvel, kippenvel, alles! Jongens! Wie heeft er gewonnen? Heel eerlijk, ik kan je een goed verhaal geven. Ik heb niet een goede antwoord. Maar de reden dat wij hier zijn met de hele club, is dat elk jaar een feest is. Een zweem van mensen die de andere rijders gewoon voorthelpen. En je ziet het aan de renners. De renners lachen, die ervaren het en die voelen het. Passie en puurheid. Ja, en er is nog heel veel volk blijven plakken na de beklimming van Alpe d'Huez vandaag. Die staan hier naar ons programma te kijken. Maar die zitten daar dus al een hele week. Hè? Een hele week. Dit is hun Tomorrowland, hè, voor de Nederlanders. Ze moeten er nog niet eens voor betalen ook. Morgen, dames en heren, is de laatste en kortste rit in lijn in deze ronde van Frankrijk. 109,5 kilometer, 1 kilometertje minder dan vandaag het geval was. Ze vertrekken pas om 4:55 in Sèvres, Grand Paris, Seine-West. Na goed 40 kilometer komen ze dan de eerste keer door op de Champs-Élysées om daar 10 plaatselijke rondjes van 6,8 kilometer te draaien. De koninklijke sprint is gepland rond 7 uur morgen in de vooravond. Maar, belangrijk, vanaf 2 uur kunt u al op 1 afstemmen, want er is ook La Course morgen, de vrouwenkoers in de straten van Parijs, met onder meer een Belgische favoriete, Jolien Doren, die 's avonds ook naar ons programma komt, samen met Serge Pauwens. Dus die vrouwenwedstrijd is ook live te bekijken vanaf 2 uur op 1. Het is trouwens een jubileumeditie morgen op de Champs-Élysées. De eerste keer dat ze daar aankwamen was 40 jaar geleden. En Rutger van Severen die heeft een heel mooi overzichtstukje gemonteerd. 40 jaar op de Champs-Élysées. Een beetje de Belgische aankomstplaats. Als dit de Nederlandse berg is, dan is Parijs een beetje van de Belgen, want we wonnen daar 9 keer. En eerste keer, de allereerste keer toen ze daar kwamen met Walder Godefroot en een laatste keer in 2008 met Gert Steegmans. For me the most beautiful finish in the world. It's an icon of the sport. Het is echt wel wat speciaal, ja, hier winnen. Ik kan me niks vergelijken. Hè. Waanzin, ik vind nog geen woorden daarvoor. Ik ben absoluut sprachloos. Walder Godefroot op kop, op weg naar de finish. Die zal het halen. Het is Walder Godefroot. Tom Steels van heel vroeg. Nog tijd voor een
John Kelly. Matthijs wint voor John Kelly. Gewoon op de wachten, Topolle gaat het halen, Topolle wint! Yes! Premier Mertens sur la ligne. Oui, premier Mertens. Eric van der Aarden, champion Belgique, qui va l'emporter en Afrikaan, oui, van der Aarden. Dave is ongelooflijk sterk en hij wint de ronde van Frankrijk. Om althans de laatste rit, dames en heren. Volhouden, Gert. Daar is de streep. Daar is de streep. En hij pakt hem! Hier komt Cavendish. Ze sticht uit een boog. Maar Cavendish. En nu, laat nu de paarden maar los. Daar gaat hij. De Cavendish gaat winnen en doet het ook. Alsjeblieft, voor de vierde keer op zijn velden. Zes, vier, Le Mans wint de drie, twee, Le Mans wint de ronde van Frankrijk. Nul. Greg LeMond wint de ronde van Frankrijk. Greg LeMond wint de ronde van Frankrijk. Hier gaan McGee en dat is een echte finisher. Maar Vinokourov laat het niet doen. Ik denk dat het heel, heel lastig zal worden voor de sprinters. Vinokourov met een orgelpuntje. Een tweede etappe zeggen voor Alexander de Grote. Amai. Het is binnen. Rechts Abdou-Japarov gaat die winnen. Of is het Abdou-Japarov? Wie haalt het hier uiteindelijk? Het is McEwen. Ik heb lang moeten wachten. Maar het is wel te moeite. Yes! En Hussoft gaat hem pakken. Hussoft wint op de Champs in de zee. Voilà! Kevin is met z'n drieën uit elkaar. Het is Kittel die het haalt. Ja, prachtig gemonteerd ook door Tom de Kok. Ik heb jouw LinkedIn-profiel bekeken. Kevin, daar staat op. Ex-pro rider looking for some challenges. Ja. Nu ben je aan het aftasten wat je gaat doen? Ja, iedereen heeft mij eigenlijk de raad gegeven van neem niet te snel een beslissing en laat alles even op je afkomen. Omdat je dat toch voor een nieuw hoofdstuk dat toch waarschijnlijk weer een jaar of 20 gaat duren. En ik denk als je uit een sport komt, waar je eigenlijk altijd je zin hebt gedaan, is maar toch voor je eigen hebt gedaan, dat het heel belangrijk is dat je, wat we het straks over gehad, over die karakters, dat je terug iets vindt waar je met dezelfde passie en drive mee aan de slag kunt gaan. Dat je het wielrennen beleefd hebt. En ja, dat is nu een beetje bekijken wat er afkomt en kijken ook wat mijn best ligt en zo. En... ja, commentaar geven. Zou je dat graag doen? Ja, dat zou ik graag doen, maar ik bedoel, ja... Kevin de Kouwer. We zien wel wat... Nee, er zijn koersen genoeg in een jaar, hè? Ja, nee. Ja, ik heb in het verleden al een paar keer mogen proeven ervan en ja, dat beviel me zeker. En ik sta er zeker open om naar de toekomst ook te doen, maar... Wat hij zeker al fantastisch kan, is de renners herkennen. Ik bedoel, wij stonden op een gegeven moment hier in Bourg, 100 meter, denk ik, van een groep van een man of 30. En vanaf, letterlijk, hè, 90 meter, Stijn de Volder op kop. Oeh. Kun je dat zien? Mm-hmm. Maar ja, die man heeft ertussen gereden. Ja, dat is hetgeen ook. Ja, we herkennen die niet aan echt het gezicht. De ene zit met schouder een beetje naar voren. Maar. De andere met die schoenen. Ik bedoel, als je in het peloton zit, heeft iedereen zijn trekjes wel. Je ziet dat zo snel, van zover. Ja, toch wel. Maar dat ziet hij. Hij kan analyseren. Dat is vanavond nog maar eens gebleken. Kent allemaal. En hij praat goed. Dus je hebt alles samen om een goede commentator te zijn. Ik denk dat er wel aan je mouw gaan trekken, hoor. Ja, ik wou zeggen, moet ik er eens steken? Ik kan daar zelf niet over beslissen. Ik heb geen contract bij me, maar ik vermoed, ik kan mij niet inbeelden dat er niemand met jou gaat komen praten. Ben, wie is jouw grootste sportidool ever? Ja, ik val in herhaling natuurlijk. Merckx, Cruijff, al de echte grote natuurlijk. Mm-hmm. Ja, Eddy Merckx staat overal boven. Ja, toch wel? Ja, natuurlijk. Ja. Boven alle voetballers? Dus veel zwaarder. Daar moeten we toch over eens zijn. Oké, okay, maar dan... Voetbal is fantastisch, hè? En ik heb heel veel respect. Maar dan zijn we vrienden. Dan zijn we vrienden. Oké, we gaan klinken. Ja. Bedankt voor de fijne avond. Nee, bedankt dat we mochten komen. Kevin, bedankt en succes met het verdere verloop van je carrière en je leven. Ik wil nog één iets meegeven. De tafel van Lieve van Gils die wordt geveild. Dit zijn de laatste minuten die ingaan. Tot 11:30 kan er geboden worden. En die tafel staat nu op €10.300. Wie nog wil bieden, kan dat doen via sportza.be. Gewoon surfen naar de site. Daar is rechts ergens een linkje naar die veiling. En bieden kan nog altijd. Wij moeten vannacht rijden, morgen vroeg ook, van Le Bourg d'Oisans naar Parijs. Dat is een goede 600 kilometer. En we zetten morgen voor de 9e keer onze tafel aan de voet van de Eiffeltoren voor een laatste Vive Velo van het jaar. We beginnen morgen om 9:30 vroeger dan vandaag. En de gasten zijn, zoals ik al zei, Jolien Doren en Serge Pauwels. Voilà, meer rest er mij niet om te zeggen. Alleen nog dit, Vive Velo. En tot morgen in Parijs. De maan klinkt hoger. Mijn wereld kraakt.
en Tom Baarman. Kijk de voetbaluitslagen al bij? Nee. Kortrijk Standaard 2-1. Standaard verliest. Oostende KV Mechelen 3-1. Ai, ai, ai. Koekenbak. Koek is goed begonnen. Genk OHL 3-1 ook. Shit. En Zulte Waregem Lokeren ook 3-1. Sterk. Dus de 4 thuisploegen binnen, de 5 thuisploegen met Sint-Truiden gisteren. Ja. Goed vertrokken. Speelt Anderlecht thuis of verplaatsen? Thuis tegen Beveren. Is Anderlecht dan nog wel een nummer? Nee, Anderlecht is nee. Ik kan wel aan de voetbal kijken, maar ik ben zelfs alleen.